De militaire bond wil niet langer toekijken hoe militairen onder druk worden gezet. Om dat duidelijk te maken heeft de bond vandaag een persconferentie belegd in het gebouw van de Vereniging Officierssociëteit. Voorzitter Rodney Cairo geeft aan dat de bond met de leiding van het leger en het ministerie van Defensie om de tafel wil zitten om zaken aangaande de militairen te bespreken en op te lossen. Na vandaag, de mensen binnen die organisatie, veel gaan moeten nadenken voordat zij de militairen aanspreken en voordat zij wat doen met de militairen. Na vandaag willen wij samen met het ministerie en de legerleiding zitten en praten hoe wij door middel van een dialoog zaken kunnen gaan oplossen voor de militairen. Wij geloven in een samenleving waar gelijke mogelijkheden en ontwikkeling kansen voor iedereen en in het bijzonder militairen centraal staan. Een waardevolle en veilige samenleving waarin militairen een bijzondere rol te vervullen hebben en iedereen zo door de fijn kan wonen, werken en leven. We geloven in ruimte voor ieder belang. Daar worden goede werkomstandigheden bij en eerlijk een passend inkomen voor elk militair. Daar zullen wij ons iedere dag sterk voor maken. Advocaat Anton Karrig, die de bond juridisch bijstaat, wijst erop dat de grondwettelijke taken van militairen niet verward moet worden met hetgeen de vakbond voor opkomt. Hij wijst erop dat de vakorganisatie geen inspraak heeft op de grondwettelijke taken van de militairen. Ook wijst Karrig erop dat de militaire bond ook toegankelijk is voor burgers. Het karakter van de militairen is geregeld zowel bij grondwet als bij de wetrechtspositie militairen. Dus dat karakter zal niet veranderen. Dat is ook iets dat aangestuurd wordt zowel vanuit het strategische beleid als vanuit het burgerbeleid. En daarbinnen natuurlijk is er nu een orgaan dat de inspraak van de mensen in hun positie als werknemer duidelijk kan maken. Dus er is wat meer samenspraak, maar het is niet de vakbond die daar bepalend in zal zijn. De vakbond is een overlegorgaan en kan daar adviserend in zijn op het niveau van de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de mensen zelf. Maar de taak en de rol van de militair, dat is grondwettelijk geregeld en daar kan in feite geen individuele organisatie sturing aan geven. Dat moet komen vanuit de wettig verkozen mensen die het gezag vormen. De statuten laten het toe en er is ook een nauwe samenwerking met verschillende deskundigen die al voorafgaand de oprichting opgezocht zijn, omdat men weet welke issues spelen. Natuurlijk zal er dan in dat lidmaatschap zal er een onderscheid gemaakt worden tussen hoeveel inspraak men heeft en welke verplichtingen men heeft. Maar in een ondersteunende rol is het volgens mij wel mogelijk voor ons dat doen. Cairo zegt dat de problemen binnen het leger spelen sinds de vorige regering. Het was toen niet gelukt een vakbond op te richten en op te komen voor de rechten van de manschappen. Volgens de bondsvoorzitter is dat nu wel het geval. Ook zal er worden opgekomen voor de belangen van de gepensioneerden.